Sabrina en haar moeder houden van elkaar. Maar toch loopt hun relatie soms stroef. Haar moeder heeft namelijk vaak heftige meningen en emoties, terwijl Sabrina een stuk genuanceerder is. Ze kunnen elkaar daardoor moeilijk begrijpen en dat botst. Samen met Bertolt hoopt Sabrina een manier te vinden om daarmee om te gaan. Je luistert naar de Omdenken podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. Goeiedag. Hoe heet je en wie ben je? Kun je iets even over jezelf vertellen voor we beginnen? Ja, ik ben Sabrina en ik ben 39 jaar. Ja. En wat zal ik vertellen over mezelf? Ik ben een moeder en ik ben ook een oma. Oké. Mijn zoon is 21 en mijn kleinzoon is 6 maanden bijna. Ja. En heb je 1 of meerdere kinderen? 1. Ja. 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 1 zoon, 21 jaar en jij bent oma. Ja. Op je 39ste. Klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dit even als een hele korte eerste verkenning van wie je bent. Als we meer willen weten, komen we het gesprek wel tegen. Ja. Maar meteen met de hamvraag, hoe deze podcastgesprekken natuurlijk altijd beginnen. Wat is je probleem? Wat is je vraag? Waar zit je mee? Ja, mijn probleem is op mijn 39ste mijn relatie met mijn moeder. Mm-hmm. Dat loopt gewoon heel stroef. Je zegt op mijn 39ste, bedoel je dat ik er nu nog mee zit? Ja, dat vind ik wat van. Nou, kan je feliciteren, want ik ben 62 en ik heb het tot mijn 55ste over gedaan. Dus, dus ik heb nog hopelijk even. Kan ik je 16 jaren besparen. Ja, graag. Ja, maar jij vindt het raar dat je op je 39ste nog een moeilijke relatie met je moeder hebt. Ja. Oké, dat parkeren we even. Oké. Okay. Maar je relatie met je moeder is dus het onderwerp waarvoor je komt. Ja. En kan je vertellen, wat is zo lastig aan de relatie met je moeder? Wat zit je nu te denken waar te beginnen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Het loopt gewoon stroef. We houden heel veel van elkaar, dat weet ik. Mm-hmm. En ik zou ook heel graag willen dat het niet stroef liep. Maar ik weet het niet zo goed waar ik... Kan je een voorbeeld geven van iets wat getuigt van dat het stroef gaat? Bewijs dat, zeg maar. Ja, nou als we bijvoorbeeld... We zijn bijvoorbeeld vorige maand weekendje weg geweest. En, met z'n tweetjes? Met z'n tweetjes, ja. Dat doen we eigenlijk nooit. Dus dat was eens in de zoveel tijd dat ik dacht van oké, dit gaan we doen. En dat, het initiatief kwam van jou of ja, van haar? Ja, van mij, ja. Okay. Maar dan merk ik gewoon dat we bijna geen onderwerpen hebben om over te praten zonder dat er een soort spanning bijkomt of soms irritatie. Kan je een onderwerp noemen waar jullie het afgelopen weekend over hadden, waar irritatie en spanning over ontstond? Ja, nou, ik keek bijvoorbeeld een programma op tv, Dream School, vind ik een mooi programma. Nou, mijn moeder kijkt dat ook, dus ik dacht, leuk, daar hebben we het even over van, wat vind jij er leuk aan? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over de leerlingen en dan zegt zij van, ja, maar die leerlingen, dat is ook zo zielig. Ze zijn ook een wrak. Het is vreselijk wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dat komt nooit meer goed met die kinderen. Mm-hmm. En ik denk... Terwijl het hele idee van Dream School is dat het wel goed dat komt. Dat wel goed maar komt. Maar zij zegt, ja, het komt nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. En dat is dan heel zware emotie komt er dan op van, het is verschrikkelijk. En dan alsof die kinderen bijna in hun graf liggen. Uh-huh. Zo komt het dan op mij over. Nou ja, lagen ze maar in hun graf, dan was het tenminste over. Ze moeten er nog helemaal naartoe. In de beleving van precies, je moeder. Ze moeten, ja. Zo ervaar jij dat in ieder geval. Ja, dus dat komt dan op mij zo zwaar over dat ik eigenlijk al gelijk geen zin meer heb om over dat hele Dream School te praten. Want denk ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Dus ik kan haar dan alleen maar aankijken met grote ogen. En mijn hoofd gaat dan allemaal radertjes draaien, maar er komt gewoon geen woord uit. Je zegt dan niks op zo'n moment. Ik zeg helemaal niks. Ik blijf gewoon stil van... En wat denk je? Als je gewoon zou zeggen wat je echt zou denken, wat zou je dan zeggen? Dat gebeurt niet hetzelfde. Ja, maar blijft toch, gebeurt nu dat je, wat gebeurt er nu dat je het niet wil zeggen? Wat bedoel je met nu gebeurt hetzelfde? Nou, ik heb dan niet dat ik denk van... dat gebeurt nu inderdaad weer hetzelfde. Waarom je dan niet iets zegt,
is dezelfde reden waarom het lastig is om het nu te zeggen. Ja. Ja. Oké, maar ik help je gewoon even. Ik stel gewoon dezelfde vraag nog een keer. Als je gewoon niet zou inhouden en zij zegt dat, ja, die kinderen liggen, die zijn een wrak, dat komt nooit meer goed. En je zou gewoon zeggen wat je denkt, wat zou je dan zeggen? Oh, en dan zou ik zeggen van, wat afschuwelijk dat je zo over ze denkt. Het zo moedig je ze niet echt aan om door te gaan. Mm-hmm. Het hele idee van het programma is dat ze juist inzien van zichzelf dat ze zoveel kunnen. Maar jij ziet alleen het negatieve ervan. Zoiets zou ik denken. Okay. En dat vind ik vervelend. Ik parkeer deze even weg. En laten we even een paar meer voorbeelden zoeken. Om te kijken of er een soort patroon in te herkennen is. Wat gebeurt er nou precies? Waardoor het stroef wordt. Heb je een ander voorbeeld? Wanneer het stroef gaat tussen jou en moeder? Kan in het weekend zijn. Kan maakt niet uit. Een voorbeeld dat in ieder geval voor jou heel kenmerkend is. Van daar gebeurt het tussen ons. Oh, ja. Daar gebeurt het in ieder geval voor mij. Het heeft meestal te maken met dat ergens altijd heel veel emotie achter zit. Dus we kunnen bijvoorbeeld hebben over iets wat er gebeurt op het nieuws, weet ik veel, of over de buurvrouw. Het maakt niet uit, hè? De aanleiding maakt niet uit. Nee, ja. Precies. En dan is het altijd, zeg maar, of echt verschrikkelijk, afschuwelijk, walgelijk, weet je, echt heel zwaar. Of het is echt geweldig. Of fantastisch, prachtig, warm. Dus zijn moeder schiet in haar emoties heen en weer. Dus daar zit niks tussen. Dat gebeurt ook als ze zeggen van die kinderen, die zijn verschrikkelijk. Afschuwelijk is dat. Jouw moeder overdrijft. Ja, zij ervaart het zo. Nee, maar zo beleef jij dat, hè? Dat is hoe jij dat waarneemt. Ja. Ik zie zo van, kan je niet een klein beetje met afstand ernaar kijken? Ja, als je kijkt naar waarom het tussen jou en je moeder stroef en lastig gaat, dus overdrijven, hè? Of nou, laat ik zo zeggen, dat het heel emotioneel wordt. Dus ze gaat helemaal de emotie in, dat zou je als overdrijven kunnen benoemen. Laten we iets preciezer blijven bij wat je moeder doet. Ze gaat er dan vol met haar emoties in, het is of geweldig of verschrikkelijk. Ja. Is er iets anders waardoor het tussen jou en je moeder stroef gaat? Nog een voorbeeld bedoel je? Of, nou, een ander soortig voorbeeld, wat met iets anders te maken heeft. Hebben we een belangrijke oorzaak gevonden van wat stroef gaat? Of laten we nog iets liggen? Nou, ook nog een mening. Dus bijvoorbeeld als je, iemand is gescheiden of iemand is juist getrouwd. Dat kan niet maakt heel ook niet leuk uit. Zijn of heel blij. Of, dan moet ik er wat van vinden, van nou, dat die twee gescheiden zijn, nou, dat vind ik echt zo raar. Of dat die twee getrouwd zijn, dat is echt, dat kan toch niet, of weet ik veel wat. Mm-hmm. En ik denk dan van, ze moeten er lekker waarom doen waar zou ze zin in hebben. Waarom zou ik hier zo'n heftige mening over hebben? Ja. Maar kan je dus zeggen dat je moeder gepassioneerd is in haar emoties, zeker. Maar dat ze ook gepassioneerd is in haar meningen? Zeker. Want je moeder is dus gepassioneerd. Gepassioneerd. Zo heb ik haar nog nooit omschreven, maar dat kan kloppen. Ja. Ze gaat er vol in. Ja. Zowel met gevoelens als met meningen. Ja. En naar jouw waarneming, en ik ga er even vanuit dat dat klopt, zit ze er wel eens naast met haar emoties en haar oordelen? Ja, maar daar denk ik eigenlijk niet eens over na. Je bent het niet altijd met haar eens. Nee, ik ben niet altijd met haar eens. Daar denk ik niet over na. Het eerste voorbeeld wat je gaf, die kinderen zijn een wrak. Oh, ja. En jij was het gewoon helemaal niet met haar eens. Ja, dat is waar. Ja. Dus je moet niet terugkomen. Je bent 39, je bent een groot meisje. Ja. Je mag eigen mening hebben. Ja. Goed, jouw moeder heeft dus hele heftige emoties. Ja, maar doe ik graag. Het is gewoon gratis, kan ik zo zeggen. Kost me niks. Top. Maar je moeder heeft dus hele heftige emoties, hele heftige meningen, stellingen. Ja. Waar jij het niet altijd mee eens bent. Ja. En je gaat daar niet tegen in, begrijp ik. Je zegt niet tegen haar, joh, wat een belachelijk. Zoals zij met gestrekt benen ingaat. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Ja. Zoals zij met gestrekt benen ingaat, jij wacht dan wat af. Ja, en heel soms zeg ik er wel eens wat van. Maar dan is de sfeer, zeg maar, slaat dan zo erg dood. Dat ik denk van, laat maar ook. Heb je een voorbeeld van dat jij er tegen inging en dat de sfeer doodsloeg? Kan je iets herinneren? Want ik wil weten natuurlijk hoe je er dan precies tegen inging, hè? Heb je daar een voorbeeld van? Wat moeilijk. Mag ik even een tussenvraag? Ja. Mag ik uit de tijd die je nodig hebt om een antwoord te geven en te verzinnen, concluderen dat jij sowieso, als het gaat om nadenken over dingen, met mensen omgaan, een mening vormen, verstandig en bedachtzaam bent? Die indruk krijg ik namelijk. Klopt. Dat klopt wel? Ja.
Dus we hebben te maken met een bedachtzame, verstandige dochter en een hele emotionele moeder. Ja. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, oké. Okay. Ja. Verstandig trek je nog in twijfel? Ja, maar dat je dan in twijfel trekt, dat je dan in twijfel trekt, vind ik juist een teken van dat het heel erg klopt wat ik zeg. Je bent verstandig, behoedzaam, voorzichtig in je mening. Genuanceerd, is dat... In ieder geval, zo kom je op mij over. En in ieder geval, in contrast met je moeder, is het zeker zo dat je dat in contrast met haar zeker bent. Dat mag ik wel zeggen, toch? Ja, dat mag je wel zeggen. Okay. Mogen wij nu concluderen, vooralsnog, dat het tussen jou en je moeder wat stroef gaat, omdat zij heel heftig is met emoties en meningen, en dat jij voorzichtig en afwachtend bent? Ja. 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 Goed. Ja. Complimenten zijn altijd leuk. Ja. Ja. Nou, dan heb ik maar één, aanbeveling voor je. Oké, spannend. Als je het met je moeder leuker wil maken dan nu is, en je het stroeve lichter wil maken, dan gewoon net zo met gestrekt been tegenin gaan. Oké. Dat vind je grappig. Ja, het staat heel ver af dat van wat echt vuurwerk. Maar het is leuk. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ja? Ja, want dan op die manier maak je contact met je moeder. Want zo is zij, zo denkt ze, zo leeft ze, zo voelt ze, zo is haar wereld. Maar dan heeft ze een of andere bedachtzame, rustige, verstandige dochter van 29. Dat klikt natuurlijk niet. Daar zit dat stroeven. Ja. Moet je maar verplaatsen in je moeder. Je kijkt en dan vind je iets. Oh, die kinderen, die zijn erg. En dan gaat ze er helemaal in met de emoties. En dan kijkt ze jou aan en dan zit er zo'n verstandige dochter. Zegt, nou, ik weet het niet. Het is dreamschool. De bedoeling is toch dat de kinderen geholpen worden. Ja, dan slaat het gesprek toch dood. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Ja, dat is wat je moet zeggen. Maar hoe kan je dat nou zeggen? Die kinderen moeten toch geholpen worden? Dat is toch verschrikkelijk? Wauw, ik heb er echt never nooit aan gedacht om dat te doen. Oké. Wauw. Maar de grap is dat je dat niet eens hoeft. Dat hoef je. Nou ja, lees het boek Ik ben oké, jij bent een sukkel. Dat is het boek wat ik geschreven heb. Het gaat over contact maken. Het gaat over spiegelen. Dus afstemmen op gedrag en contrasteren. Contrasteren is een woord wat ik bedacht heb om aan te duiden dat wij vaak het tegenovergestelde gedrag vertonen. Als iemand heel boos is, dan denken we, nou, dan moeten wij maar rustig zijn. Yeah. Of als de ander heel verdrietig is, dan denken we, nou, dan moeten wij de ander opbeuren. Dus we hebben de neiging het tegenovergestelde gedrag te vertonen om te zorgen dat het gesprek een beetje in het midden blijft. Ja. We maken ons als het ware verantwoordelijk voor dat gesprek voor het hele gesprek in plaats van voor onszelf of voor de ander. Ja. En dat noem ik contrasteren. Dus jij en je moeder contrasteren. Dus daar waar zij heftig is qua emoties en meningen, ben jij verstandig. En hoe heftiger zij zal zijn, des te meer jij dus de neiging zal hebben om dan, en daarom gaat het stroef tussen jullie. En hoe hef je dat op? Door te spiegelen. Door helemaal mee te gaan in het gedrag van de ander. En als jij er vol in gaat, helemaal meebeweegt, is de kans heel groot dat je moeder daardoor ook naar jou toe beweegt. Want dat is natuurlijk wat jij ook wil. Ja. En dus als iemand bijvoorbeeld zegt, ik heb een heel groot probleem. En dat je zegt, nou, dat valt er mee. Jawel, en dan maak je het probleem groter door te contrasteren. Terwijl als iemand zegt, ik heb een heel groot probleem. En dan zeg je, nou, ik denk dat het nog wel groter is dan je nu denkt. Zeg, nou, dat valt wel mee. Ja. Dus als jij er vol met emoties ingaat, dan help je je moeder ook. Dan zeg je, nou, moet een beetje redelijk blijven. Hmm. En de grap is, daar hoef je helemaal niks voor te spelen. Want ik weet zeker, op het moment dat zij zegt, ja, maar die arme kinderen, kijk nou eens, dat is toch verschrikkelijk. Die zijn toch, nou, wat zei je, ten dode opgeschreven of hopeloos, zoiets. Ze zijn een wrak. Wrak, dat was het woord. Ja. Ja. Ik zag, als die kinderen zijn, die zijn een wrak. Ja. En als je haar emoties spiegelt, hoef je helemaal niks te verzinnen. Want dat ze dat zegt, dat vind jij erg. Dus je kunt gewoon over je eigen emotie vertellen. Ja, maar dat zeg je toch niet? Zo praat je toch niet over die kinderen? Je hoeft niet iets te verzinnen, want dat voel je al. Het enige wat je hoeft te doen, is te zeggen is het wat uitspreken. Je voelt. Ja. Hoe ongelooflijk. Waarom kom ik daar niet op? Ja, gelukkig niet, want dat maakt deze podcast nuttig en zinvol. Ja. Dat is een interessante vraag. En daar zouden we nu dus... Wat ik leuk vind van deze podcastserie, is dat ik vind het geweldig leuk, spannend en boeiend om naar vroeger terug te gaan. Daar valt van alles te leren. Ja. Maar ik vind het veel leuker om te kijken, wat gebeurt er in het hier en nu? Ja. En wat gebeurt daar? Fout, verkeerd, stroef, onhandig? En hoe zouden we vanaf hier naar de toekomst kunnen gaan? Dat vind ik veel leuker. Ja. Dit heeft jij zegt, waarom heb je daar niet eerder over nagedacht? Heeft ongetwijfeld iets te maken met jouw moeder en jou en weet ik veel. Haar gezin, iets met dominant en vrouwen, whatever. Ja. Zoek het maar uit. Interesseert mij niet zo. Het is gewoon zo gegroeid tussen jullie tweeën. Zo gaat dat dan. En ontwikkelen met elkaar een patroon. En zij doet altijd zo. En jij doet altijd zo. Zo gaat dat dan. Ja. Maar er is niets houdt je in de weg op het moment dat je inziet hoe een patroon nu verloopt. Ook zonder dat je begrijpt waar het is ontstaan. Om het gewoon vanaf nu te gaan veranderen. Ja. Want als jij namelijk ander gedrag gaat vertonen,
krijg je met haar meteen een andere relatie. Ja. Dus waar het vandaan komt, of waarom je er niet eerder aan gedacht hebt, zijn interessante vragen. Ja. Het is leuk om over na te denken, maar ze zijn niet nodig. Nee, ze zijn inderdaad niet nodig. Want het is simpeler dan ik dacht. En voor mij zijn we er ook al in dit gesprek. Echt, hè? Ja. Het is wel een korte podcast. Ja. Ja. Dat is fijn voor de mensen die naar luisteren. Zal ik nog wat anders vertellen? Weet je, doe er nog één. Maar denk je, zie jij jezelf, want dit hebben we nu zo gevonden en gezien, ja, en het gaat heel erg snel. En ik denk ook oprecht dat het zo eenvoudig is. Ik ben altijd heel erg benieuwd over een tijdje, als we contact met je opnemen, hoe dat dan doorgewerkt heeft. Maar zie jij jezelf dit doen? Jawel, ik vind het wel heel spannend hoor, het idee. Mm-hmm. Omdat ik ben ook wel vermijdend, zeg maar conflictvermijdend. Ja. Omdat we heel veel conflicten hebben gehad vroeger en dat wil ik niet. Nou, een conflict op zich is ook niet zo erg. Ja, een beetje zien wat er gebeurt, maar ik vind het een beetje eng. Ja, en wat je kunt doen, dat helpt misschien. Dit is misschien een gedachte die je helpt. Is dat je kunt er vol in gaan, maar dan met een glimlach om je gezicht. Ja. Dat je zegt, mama, hoe kan je dat nou zeggen? Hallo! En dat je er dan bij lacht. Maar wel vol volume en vol met emotie en vol met meningen, maar met een glimlach om je gezicht. Zodat zij voelt, ja, mijn dochter en ik, we hebben nu meningsverschil, maar we houden van elkaar. Ja. Ze wijst mij niet af. Ze zit met mij gewoon in gesprek. We zijn het totaal oneens. Maar dat geeft niks. Ja. Dat jij het met je moeder niet eens bent, betekent niet dat jij je moeder afwijst. Helemaal niet. Nee. Dat betekent dat je van je moeder houdt. Daarom zeg je het. Ja. Huh. Ja. Ik durf dat wel. Nou, daar geloof ik niks van als je zo zegt. Echt niet? Jawel, ik geloof je wel. Oh, ik geloof je wel. Ik vind het alleen heel grappig dat je zegt dat durf ik wel, maar dat op een hele voorzichtige manier. Ja, maar ik geloof ik vind het heel eng, maar ik bedoel, ja, ik ben ik eng, maar doen. Ik ga en degene durven. Die meeluisteren, mensen ze zien jou niet en ik zie jou natuurlijk wel. En je zegt het voorzichtig, maar je kijkt er beslist bij. En, en je bevestigt ook nog een keer, dus ik zie jou dat ook wel doen. Oh, ja. Spannend, ja, leuk. Want dit was wel waar ik naar op zoek was. In de zin van, dus mijn vraag was ook echt van, hoe reageer ik erop? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Want ik hoefde inderdaad niet helemaal alles uit te pluizen. Nou, het was zo fijn. Dus aan het begin van het gesprek zei je ook, mijn moeder en ik, we houden van elkaar. Dus dat is het probleem niet. Nee. Dus dan zit het in de communicatie, in hoe je dingen met elkaar doet. En niet in of het in de kern oké is of niet. Want dat is bij jullie goed zo, hè? Daar twijfel ik niet aan. En jij knikt nu ook, je bevestigt dat. Ja. Nou, dat scheelt een hele hoop gedoe. Ja. Het is niet een kwestie hoe kunnen we een slechte relatie op orde krijgen. Hoe kunnen we een relatie die op zich oké is, zorgen dat het nog wat soepeler verloopt. Wat minder stroefjes af en toe. Ja. Ja. Wat goed. En wat leuk is, en dat ook voor de mensen die nu meeluisteren. Als je dus andere mensen gaat spiegelen. Als je durft in de wereld van de ander te stappen. En de toon, de overtuigingen, de aannames. Het hele wereldbeeld van de ander te omarmen. Niet door ernaar te kijken als een soort psychiater door een spiegelband, maar door dat gedrag zelf te vertonen, door het zelf ook te voelen. Wat er dan gebeurt, is dat je ook delen in jezelf ontsluit die er opeens mogen zijn. Want jij mag dan, jij kan leren van je moeder om heel heftig te zijn in je emoties, om heel stellig te zijn in je aannames, in je gedachten, in je oordelen. En dat is een nieuw gebied. Soms heb je dat nodig. Soms is het fijn om er stellig in te zijn. Nou, van je moeder kan je het leren. Ja. Die kan dat wel. Ja. Ja, klopt. Want dat is ook wel weer een probleem dat ik heb. Dat als er iets, bijvoorbeeld iets heel ergs gebeurt, dan reageer ik bijna niet. Daarom ben ik ook heel goed in mijn werk. Want ik werk dan in de zorg en dan in spoedzorg. Mm-hmm. Dus er gebeurt iets verschrikkelijks. Ik blijf altijd kalm. Ja. Maar het kan wel eens dat ik de volgende dag moet huilen. Maar op dat moment zelf nooit. En mijn moeder is direct vol erin. En ik ben zo van, nou, we gaan hier even over nadenken. En dan, ik weet niet eens wat ik voel. Dus dat mag best wat dichter bij elkaar staan, zeg maar. Ja, wat ik denk of wat ik voel. Ook in je werk hoop ik dat kalmte, je grondtoon is heerlijk. En ik hoop dat je dat kunt blijven voelen. Maar ook terwijl je kalm bent, ook daarin, maar goed, dan moet je mijn boek maar lezen. Maar ook daarin kan het leuk zijn, of juist, is het vaak heel erg zinvol als je toch met de emotie van de ander mee beweegt. Als iemand het ziekenhuis binnenkomt, of jij werkt op een huisartsenpraktijk. Hè? Ja. En ik ben in paniek, wat is aan de hand? En dan zeg je, nou, rustig maar. Ja, als je dan te kalm bent, dan heb je ook geen klik. Dus als het goed is, maar misschien doe je dat vanzelf al wel. Als iemand zegt, ik ben in paniek, wat is aan de hand? Ja, we gaan het uitzoeken, ik neem de tijd. Het komt goed. Dus dat je wel in eerste aanleg de toon en de emotie van de ander spiegelt. Zodat de ander voelt, ik word gevoeld. Ik word echt begrepen. Terwijl als je heel erg kalm blijft. Maar goed, ik kan niet beoordelen hoe je dat doet, want daar zou ik erbij moeten zijn. Hè? Ja. Kan best zijn dat je in eerste instantie wel die emotie van die ander oppakt.
Maar dat is heel erg fijn als je dat kunt. Omdat de ander zich dan heel erg gevoeld voelt, zeg maar. Gezien en gevoeld voelt. Ja, en dat ligt aan de situatie. Dus paniek of angst kan ik mee omgaan. Maar boos, dan word ik heel rustig. Van je moeder, en dan ga ik dus niks spiegelen. En dan word ik een soort zombie. Ja, en daar heb ik wel eens training over gehad. En toen zeiden ze echt van, waar ben je? Ja. Ik verdwijn gewoon, zeg maar. Van dan, in mijn hoofd denk ik, nou, ben je uitgeraasd? Niet goed. Kunnen we even verder. Dat kan je leren van je moeder. Dit kan je van je echt, moeder leren. Hè? Dit kan je van je moeder leren. Dank aan je moeder. Ga vaker een weekendje weg. En je gaat zo gratis cursus, gratis training. Nee, maar ook voor boosheid geldt. Ook voor boosheid geldt, spiegel die emotie. Als iemand zegt, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Zeg dan, ik wil het uitzoeken. Kom, vertel. Geef informatie. Doe dan. Kom dan. Dus je moet niet ook boos worden. Je moet de boosheid serieus nemen. Daar gaat het om. Niet terugtrekken, maar boem. Ja. Contact maken. Niet bang zijn. Interessant. Je hebt vaker dit soort gesprekken gevoerd, hè? Nou, nee, niet. Nee? Nou, wel dit soort. Okay. Nee, dat waren leuke gesprekken. Ja. Grapje. Was het... Nee, niet. Ik heb een heel boek. Het boek Ik ben oké, je bent een sukkel. Dat gaat echt over contact maken. Dus over spiegelen en contrasteren. En dus ik heb daar veel over nagedacht en geschreven. Maar ik heb nog nooit een podcastgesprek gevoerd waarin dit zo duidelijk als het vraagstuk aan de orde kwam. Dus ik vind het heel erg leuk. Want het betekent dat vraagstuk wat voor jou best wel een groot ding is met je moeder. Je houdt van, waarom is het nou niet leuk tussen jullie tweeën? Ja. Het fijne is dat het antwoord eigenlijk heel simpel is. Maar je moet het gewoon wel even zien. Ja. En ik heb geen, zover ik me kan herinneren, niet eerder een podcastgesprek gevoerd wat echt over spiegelen en contrasteren ging. Dus dat is voor mij superleuk. Ja. Ik vind het ook leuk. En heel waardevol, want hoe fijn is het als je zelf oma bent en je hebt nog een moeder en je houdt van elkaar. Hoe fijn is het dan om het gewoon heel fijn te hebben met elkaar? Dat is heerlijk. Echt? En dat is natuurlijk wat je wil. Ja, zeker. Nou zeg. Ja. Dit had ik toch niet zien aankomen. Nee, ik had eigenlijk niks zien aankomen. maar dat is toch wel heel leuk. Ja, ja, ik kan er echt wel wat mee. Ja. Ja. Nou, dan wens ik heel veel plezier met je moeder. En ook heel veel leerplezier met jezelf. En heel fijn dat je er was. Ja, dank je. Misschien nog in termen van de matrix, voor degene die luisteren ook graag van theorie houden. Wat mij betreft valt dit dus voor een deel in loslaten. Loslaten dat je een bepaald soort gedrag zou moeten vertonen. En dat je een bepaald soort iemand zou moeten zijn, rustig en bedachtzaam. Loslaten het idee wie je bent. En dit valt ook voor een deel aan oplossen, want je kunt gewoon ander gedrag gaan vertonen. Jij kunt zelf dit probleem oplossen door zelf een nieuw soort gedrag te vertonen. Ja. Ja. Ik ga dat boek ook lezen. Wie had het ook weer geschreven? Nou, niet mijn moeder. Dank voor je tijd en veel plezier. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de Omdenken podcast. We zijn op dit moment druk bezig met de opnames voor komend seizoen. Maar we gaan ook iets nieuws uitproberen. Gesprekken met jongeren. We zijn namelijk heel erg benieuwd tegen welke problemen jongeren tussen ongeveer 12 en 18 aanlopen en waar zij mee worstelen. En of ze wellicht samen met Bertolt die problemen om kunnen denken. We zien in onze luisterstatistieken dat ze namelijk ook naar deze podcast luisteren. Dus voel je je aangesproken en zie jij een gesprek met Bertolt wel zitten? Of ben jij wat ouder, maar heb jij een zoon, nichtje, broertje, buurmeisje of andere jongeren in je omgeving waarvan jij denkt, ja, dit is echt wat voor hen? Ga dan naar omdenken.nl/omdenkenpodcast. Daar vind je een formulier waarmee je je aan kunt melden. En dan tot slot nog een kleine gunst. Luister je via de podcast-app van Apple of via Spotify? Geef ons dan gewoon eens een paar sterren. Of bij Apple, laat een recensie achter. Want zo vinden meer mensen onze podcast en dan hebben wij een beetje een idee wat jullie ervan vinden. Tot volgende week!